Het is belangrijk dat burgers kritisch zijn, zegt Radha Bhattachardi van Stichting Projecta. Kritisch zijn is het vermogen om feiten van fictie te onderscheiden. Verder om basisprincipes van burgerschap, mensenrechten, rechtsstaat en goed bestuur te begrijpen en toe te passen in redeneringen en acties en in het analyseren van beleid, toespraken en andere teksten. De 9e democratiemaand deze maand is dan ook gericht op het bevorderen van kritisch en democratisch burgerschap. Stichting Projecta organiseert al enkele jaren activiteiten rond de democratiemaand. De hoop is dat na deze editie personen kritischer zijn en zich beter kunnen uitdrukken, zegt Bhattachardi. Sowieso dat er veel meer onderling wordt gesproken over democratie en over al die verschillende aspecten van democratie, zoals mensenrechten, transparantie, goed bestuur en dergelijke. Maar dat de meningen die er worden geuit, de kwaliteit van discussies, dat nou een beetje anders gaat plaatsvinden. Dat wanneer mensen inderdaad op Facebook dingen zeggen of dingen schrijven, dat we hopen dat in elk geval de mensen die hebben deelgenomen aan onze activiteiten, dat nou op een iets andere manier gaan doen. Iets beter gefundeerd, iets neutraler, iets objectiever. Niet zomaar dingen roepen. De verkiezingen in Amerika zijn ook kritisch gadegeslagen door de stichting, zegt Bhattachardi. Daarover is er ook een mening geformuleerd. Wat in Amerika gebeurt, heeft namelijk ook een directe impact op de wereld en Suriname. En niet alleen rechtstreeks impact op ons, maar ook omdat wat in Amerika gebeurt ook invloed heeft op de wereldmarktprijzen van bijvoorbeeld goud, olie, maar ook gewoon de handelsindexen. Dus het is sowieso niet fair. Maar mijn mening over de verkiezingen, en mijn persoonlijke mening, en ik denk natuurlijk ook voor een ieder die zich bezighoudt met aspecten van mensenrechten, goed bestuur, democratie, is dat het toch teleurstellend is. Want de president-elect, meneer Trump, is iemand die zich keer op keer heeft hij uitlatingen gedaan die tegen de mensenrechten zijn, die vrouwonvriendelijk zijn, die echt grenzen aan of direct te maken hebben met vreemdelingenhaat en racisme. En de hoop is natuurlijk dat hij tijdens zijn termijn als president niet zo fel van leer zal zijn als hij zich tijdens de campagnes heeft uitgelaten. Maar ja, dat moet nog blijken. Aldus Radha Bhattachardi van Stichting Projecta. De organisatie houdt deze maand een aantal activiteiten in verband met de Democratiemaand 2016. Deze activiteiten zijn gericht op bewustwording en capaciteitsopbouw voor een kritisch burgerschap.